Hezbollah heeft een nieuwe leider, Naim Qassem, die de afgelopen maand als interim leider optrad. Waren er nog andere opties? Nou, Qassem was eigenlijk de enige logische kandidaat. Afgelopen decennia was hij al de rechterhand van Nasrallah, de oud-leider die om is gebracht. Er was nog wel één andere kandidaat, Hashem Safieddine. Dat is de neef van Nasrallah, of was. Ja. Hij zat in het zowel in het hoogste bestuurlijke orgaan van Hezbollah als het hoogste militaire orgaan. Maar hij kwam begin deze maand om het leven bij een bombardement op de buitenwijk van Beirut. Dus Qassem was nog de enige echte kandidaat die over was. En hij is benoemd door de zogeheten Shura-raad. Shura betekent raadgeving. Dat is dus dat hoogste bestuurlijk orgaan. En die heeft hem nu officieel als leider benoemd. Ja, nou, we kunnen dit nog als positief, nog als negatief nieuws benoemen natuurlijk. Maar maakt het heel veel uit wie er daar aan de leiding, aan het roer staat bij Hezbollah? Ja, dat kun je afvragen. Want de afgelopen tijd zien we natuurlijk heel duidelijk dat Israël bezig is met het omleggen van hooggeplaatste mensen binnen Hezbollah en ook trouwens binnen Hamas. Dus wat dat betreft maakt het misschien niet zo heel veel uit wie er nou aan het roer staat. Qassem was wel een van de oprichters van Hezbollah. In 1982 is Hezbollah opgericht. Hij is ook al 71, dus hij heeft wel de nodige ervaring. Ja. En meestal zijn er wel in dit soort organisaties toch wel, komt het altijd wel linksom of rechtsom goed met een nieuwe leider. Misschien nog heel kort even hoe het nou verder gaat met die oorlog. Qassem die heeft kort na de dood van Nasrallah zich al uitgesproken voor een staakt het vuren met Israël. Hij zei, dan moet Israël zich wel terugtrekken. We moeten wel ophouden met de oorlog. Maar hij stelde niet het terugtrekken van Israël uit Gazastrook als expliciete voorwaarde. Okay. Hoewel dat wel eerder zo was. Dus misschien is daar een klein beetje meer ruimte voor een staakt het vuren. Dit weekend deed Egypte een voorstel voor een 2-daags staakt het vuren. En gisteren begonnen de onderhandelingen daarover in Qatar. Dus men is daar nog mee bezig. Nou ja, wellicht dat het een begin van een oplossing is en dat deze nieuwe leider van Hezbollah daar een rol in kan spelen. Dan gaan we naar Noord-Koreaanse staatsmedia. Volgens die Noord-Koreaanse staatsmedia is hun minister van Buitenlandse Zaken in Rusland aangekomen. Ja. Heeft dat ook nog iets te maken met die Noord-Koreaanse soldaten die in Rusland actief zouden zijn en in Oekraïne mogelijk? Ja, dat is niet officieel bekend natuurlijk, maar er lijkt het toch wel een beetje op. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zou vandaag zijn aangekomen in Vladivostok. En volgens Russisch staatspersbureau TASS zou hij doorreizen naar Moskou en daar dan morgen arriveren voor een officieel bezoek, noemen ze het. Gisteren hoorden we natuurlijk over die Noord-Koreaanse soldaten dat er van het Pentagon dat er 10.000 in Rusland zouden zitten, veel meer dan verwacht. We dachten eerst dat het er 3.000 waren. En die soldaten die worden vermoedelijk ingezet in de oorlog in Oekraïne. Mark Rutte, NAVO-chef, zei gisteren ook dat ze in Koersk aan het vechten zijn. Dus dat is wel net over de grens in Rusland. En we weten natuurlijk dat Vladimir Poetin en Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, naar eigen zeggen in ieder geval goede vrienden zijn. En dat ze ook in juni een defensieovereenkomst hebben gesloten. Poetin heeft nooit bevestigd dat hij Noord-Koreaanse militairen inzet in de oorlog, maar het ook niet ontkent. Nee. Zelensky heeft ook nog vandaag gezegd dat hij heeft gebeld met zijn Zuid-Koreaanse collega over deze kwestie. En ze zouden ook afspraken hebben gemaakt over een samenwerking tussen de twee landen, dus tussen Oekraïne en Zuid-Korea. Onder andere op het gebied van inlichtingen. Dus dat zou dan wel echt aangeven dat dit wel zeker speelt. En NAVO-chef Rutte, ik noemde net al even, maar die ontving gisteren al een hooggeplaatste delegatie uit Zuid-Korea. Waar hij dus ook, naar aanleiding waarvan hij ook het hierover had en ook zijn zorgen over deze kwestie echt heeft geuit. Ja, over Rutte gesproken, vanmiddag is de NAVO-chef op bezoek bij Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Weten we al waar zij het samen over gaan hebben? Ja, het zal de komende tijd wel vaker gebeuren dat die twee, ze gaan lunchen samen, dus dat die twee een hapje samen eten. En ondertussen, dat zie ik dan voor me even hun werk. Dat houden allebei van werken. Dus hun papieren erbij pakken. Ja. Waarschijnlijk gaan ze van alles bespreken. Maar we weten natuurlijk dat Ursula von der Leyen
echt werk wil gaan maken van de Europese defensieindustrie. En ook Rutte sprak op zijn eerste dag als NAVO-chef de wens uit om die Europese wapenproductie echt op te gaan schroeven. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar zeker over gaan hebben. Morgen krijgen trouwens ook de eurocommissarissen een rapport van de Finse oud-president Niinisto. En dat heeft hij ook geschreven in opdracht van Ursula von der Leyen. Dat gaat over de civiele en defensieve paraatheid van Europa. Want Finland heeft veel ervaring op dat gebied. En von der Leyen hoopt dat Europa van Finland kan leren. Dus dat gaan ze misschien ook nog even bespreken. Inderdaad. En als Europa van één land iets kan leren, is dat inderdaad wel Finland. Wat betreft defensie zeker. Wat betreft defensie zeker.